Walter Bouterse, de kleinzoon van ex-president Desi Bouterse, is uit het leven gestapt. Hij heeft zich gisteren door het hoofd geschoten en wel op 22 juni 2021. De politie heeft het ontzielde lichaam vandaag vrijgegeven. Het politieel onderzoek heeft uitgewezen dat het niet om een misdrijf gaat. Bij het nagaan van camerabeelden is niet gebleken dat anderen in het huis zijn geweest. Het ontzielde lichaam is aangetroffen in een pand aan de Basaltstraat. Volgens het onderzoek dat de politie ter plekke heeft gedaan, gaat het om zelfmoord. Over de reden van zelfmoord tast de politie nog in het duister. Walter Bouterse is dood aangetroffen op een bed met het wapen. Het is nog onduidelijk of het wapen van hem was. Een familielid die de plaats had aangedaan, heeft het lijk van Walter ontdekt. Hij heeft vervolgens de politie gealarmeerd. Kulturu TV ging op pad om wat beelden vast te leggen. Sir?
Sabotage. Yeah, I'll take you in a couple of